Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Komt een paard bij de dokter. Vandaag gaan we dieper kijken naar de hoefkatrol. En dat komt door een vraag van Emily, die graag meer wilde weten over hoefkatrol en hoefkatrolproblemen. Dus we gaan vandaag even kijken naar hoe de hoefkatrol eruit ziet bij het paard, wat voor problemen er kunnen zijn en hoe je die problemen kunt herkennen en oplossen. Veel plezier! Als we het over de anatomie van de hoefkatrol hebben, moeten we eerst indelen van welke soort structuren zien we daar. We zien daar de benige structuren en dan hebben we het eigenlijk over de botten. We hebben het over de bandjes die we hebben lopen, de pezen die we daar hebben lopen en de slijmbeurs die we daar hebben lopen. Als we kijken om te beginnen met de botten. Dan zie je zien de botten van het onderbeen. En dan zien we onderaan zien we het hoefbeen zitten. Het kleine botje wat daarboven zit is het kroonbeen. En hier aan, als we dat omdraaien, dus nu kijken we eigenlijk naar de achterkant van, van de structuren, zien we hier het straalbeentje. De structuren rondom het straalbeen noemen we het hoefkatrolgebied. En dit is ook inderdaad, als we daar problemen hebben, het probleem in het hoefkatrolgebied. Als we kijken hoe dat er schematisch uitziet, en dan hebben we hier de dwarsdoorsnede vanaf de zijkant bekeken, met het hoefbeen, het straalbeen en het kroonbeen, waarbij dit het hoefkatrolgebied is. En hier kijken we vanaf de achterkant erop, met het hoefbeen, het straalbeen en het kroonbeen ook. Als we dan kijken welke ligamenten lopen daar, en op de zijkant zien we daar dat het onderste ligamentje van het straalbeen de verbinding geeft tussen het straalbeen en het hoefbeen, en dat er bovenop het straalbeentje ook nog een band loopt. Dat zien we beter op dit plaatje. Hierbij zien we dat dat ligamentje eigenlijk een bandje maakt over het hele straalbeen en dan aan twee kanten een voorzijde aanhecht bij het kroongewricht. Naast de ligamenten moeten we het ook hebben over de belangrijkste structuur in deze regio. Dat is de diepe buigpees. De diepe buigpees komt van boven, loopt dan naar beneden, loopt achter het straalbeentje door en hecht aan op het hoefbeen. En als we dat van achter bekijken, komt hij hier weer van boven, ik heb het als een stippenlijntje aangegeven, loopt langs het straalbeen en hecht hier vast op het hoefbeen. Hiermee krijgen we dus eigenlijk een totaalbeeld van je hoefkatrolgebied. We hebben het straalbeentje, we hebben de ligamentjes, we hebben de diepe buigpees. En nou, om het straalbeentje en de diepe buigpees eigenlijk te beschermen, zodat het diepe buigpees er makkelijk langs glijdt, is er een slijmbeurs. En die slijmbeurs noemen we de bursa van de hoefkatrol. Problemen in het hoefkatrolgebied zien we dus bijvoorbeeld bij de benige gedeeltes. Het straalbeentje kan problemen gaan vertonen door onderaan wat beschadiging te krijgen of synoviale instulpingen. We kunnen krijgen dat er soms kiestenvorming komt, waardoor eigenlijk de kwaliteit van het straalbeentje minder wordt en dat er zelfs gaatjes in kunnen vallen. Of er kunnen zelfs breuken komen van het straalbeen. Daarnaast kunnen dus problemen zijn met de diepe buigpees, waarbij je soms ziet dat er scheuren in zitten in de diepe buigpees of dat er beschadigingen zijn tussen de diepe buigpees en de aanhechting op het straalbeentje. Andere problemen kunnen zijn aan de ligamentjes zelf die beschadigd kunnen zijn of een ontsteking van de slijmbeurs. Een ontsteking van de slijmbeurs zien we ook vaak in combinatie met andere symptomen. Wat je eigenlijk ziet bij een paard met hoefkatrolproblemen of problemen in de hoefkatrolregio, is eigenlijk dat je verandering krijgt van het lopen. En wat je dan ziet, met name in stap vaak, zie je dat het pas naar achteren toe dat die pijn gaat doen. En waarom gebeurt dat nou? Nou, we zagen net dat die diepe buigpees achter het straalbeen langs loopt. Hoe verder die pas naar achteren maakt, hoe meer druk daar zich ontwikkelt. Dus in het laatste gedeelte van de pas, als hij de been gaat afwikkelen, komt daar de meeste druk. Dus wat zie je bij die paarden vaak? Dat ze in stap een wat verkorte pas naar achteren hebben. Dat ze de pas naar achteren niet afmaken, maar dan liever het been alweer naar voren brengen. In draf zien we natuurlijk dat de paard onregelmatig is. En dan zien we dat hij meer gewicht gaat nemen op het andere been. En het been een beetje ontlast daarbij. En vaak zie je dat dat op de binnenvolte, met het been, het aangetaste been als binnenbeen, duidelijker is dan als buitenbeen. Soms kunnen we kijken of het tijdelijk onder druk zetten van die regio leidt tot meer onregelmatigheid en wat een bevestiging geeft dat deze regio pijn doet. En dat kunnen we eigenlijk op twee manieren doen. Soms doen we dat door een buigproef te doen en soms kunnen we het doen door een wichtproef te doen. Wat we bij een wichtproef doen is dat we eigenlijk een blokje onder de voet zetten en daarbij, zoals ik net al zei, het voet iets meer naar achteren zetten of de hoef aan de voorkant iets hoger, waardoor de diepe buigpees meer druk gaat geven op het straalbeen. Dit doen we gedurende een minuut ongeveer en dan laten we het paard weer weglopen om te kijken of die slechter draaft. Als we beeldvorming gaan maken van de hoefkatrolregio, beginnen we vaak met röntgenopname.
Bij de röntgenopname maken we meerdere richtingen om de structuur zo goed mogelijk in beeld te brengen. Daarbij kunnen we beginnen met de zijdelingse opname. Dus deze is van de zijkant gemaakt, waarbij we hier het hoefbeen zien, het kroonbeen en het straalbeen. Daarnaast maken we een voor-achterwaarts opname, hier met het hoefbeen, het straalbeen en het kroonbeen. En we maken een uitprojectie, een skyline opname zoals we dat noemen, waarbij we hier het straalbeentje zien en waarbij we ook het glijvlak waarlangs de diepe buigpees langs glijdt goed in beeld kunnen brengen. Daarnaast kunnen we deze regio ook met echo in beeld brengen. Het voordeel van echo is dat we daarmee de slijmbeurs kunnen zien en de ligamentjes en de diepe buigpees achter het straalbeentje langs. Ten dele kunnen we daarbij, omdat zoals we zien in de kootholte zit het in het diepste gedeelte van dit gedeelte. Daarom kunnen we niet bij met een gewone echokop, maar hebben een kleine ronde speciale echokop om in dit gedeelte toch nog een beeld te kunnen maken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen met de echo is het nodig om ook weer zoveel mogelijk druk van de diepe buigpees op het straalbeentje te hebben. Hiervoor nemen we het been dit keer op. Dus we tillen het been een beetje op en daarbij zorg ik ervoor met mijn knie wat druk te geven, zodat ik zoveel mogelijk spanning krijg. Eigenlijk naboots dat hij in het laatste gedeelte van zijn pas zit. En dan kan ik met die kleine ronde proop precies tussen de hoefballen bij de regio komen. Nu zien we een lengte doorsnede van de ondervoet bij het straalbeentje. We zien nog net de top van het straalbeentje. Daarboven zien we de bovenste straalbeenband, de vulling van het hoefgewricht en aan de zijkant de vulling van het straal van de slijmbeurs van het hoefkatrol. Deze kunnen we opzij volgen, waarbij we hier de forse overvulling zien van deze slijmbeurs. En de donkere baan die we eigenlijk bovenaan langs zien komen, is de diepe buigpees. Dit beeld kunnen we ook in een dwarsdoorsnede bekijken, waarbij we hier de twee buiken van de diepe buigpees zien, een soort bril die we bovenin zien. Gaan we verder naar beneden, krijgen we hier de bovenste straalbeenband. En aan de zijkanten kunnen we weer de overvullingen zien van de slijmbeurs van de hoefkatrol. Als we goed kijken, zie je een witte stip in de buitenste buik van de diepe buigpees. Dit betekent dat er daar ander weefsel in tussen het peesweefsel zit, waarschijnlijk littekenweefsel of beschadiging van de diepe buigpees. Als we willen bevestigen dat de pijnlijkheid inderdaad uit de hoefkatrolregio komt, kunnen we specifieke verdovingen uitvoeren. Hierbij proberen we de slijmbeurs van de hoefkatrol te verdoven, omdat we hiermee het beste beeld krijgen of komt de pijnlijkheid uit deze regio of niet. Om die slijmbeurs te verdoven hebben we eigenlijk twee manieren om dat te doen. Als deze overvuld is, dan doen we dat vaak met echografie, omdat dit de makkelijkste en snelste manier is. Daarbij brengen we eigenlijk op deze manier, net zoals we net deden met echografie, brengen we de slijmbeurs in beeld. En in het beeld brengen we onze naald dan naar binnen en daarmee prikken we die slijmbeurs aan, krijgen we daar vocht terug, spuiten we de verdovingsvloeistof in en kijken we daarna of er verbetering van de kreupelheid optreedt. Een andere methode om de slijmbeurs te verdoven is onder röntgenbegeleiding. Wat we dan doen is dan brengen we een vrij lange naald vanaf de achterkant tussen de hoefballen door de diepe buigpees tegen het straalbeen aan in de slijmbeurs. We controleren dan met een röntgenfoto of de naald inderdaad op de juiste plek zit, of we ook vloeistof terugkrijgen en dan spuiten we daar de verdovingsvloeistof in. Wat we vaak tevens doen daarbij is dat we een klein beetje contrastvloeistof achterlaten, zodat we daarna kunnen zien of de naald inderdaad op de goede plek heeft gezeten. Aanvullend op deze diagnostiek gebruiken we vaak ook nog MRI-beelden om een totaalonderzoek te doen van deze structuren. Als we dan een totaalplaatje hebben, weten we de precieze diagnose. En het is dus heel belangrijk om te weten, is er een botprobleem, is er een ligamentprobleem, is er een peesprobleem, is er een slijmbeursprobleem of is het een gecombineerd probleem? Afhankelijk van wat voor probleem precies is, kunnen we dan de meest precieze behandelingsplan instellen, het beslag aanpassen en de revalidatieschema maken. Dit was een overzicht van de hoefkatrol en de problemen die in het hoefkatrolgebied voor kunnen komen. Jullie hebben gezien dat er dus verschillende structuren zitten die allemaal voor problemen kunnen zorgen. Daarom is de therapie ook per structuur van belang. Tot slot geven jullie nog 5 tips hoe om te gaan met een paard met hoefkatrol. Tip 1. Zorg ervoor dat je paard niet te zwaar wordt. Hoe meer gewicht je paard heeft, hoe meer gewicht daar ook op de voorhand komt, dus hoe meer belasting er is voor het hoefkatrolgebied. Om te checken of je paard te zwaar is, kijk je naar de body condition score. En dat is de hoeveelheid vet die er op de voorhand, middenhand en achterhand zit. Tip 2. Zorg voor een goed afrolmoment. Zoals we al zagen komt de meeste druk op het hoefkatrolgebied in het laatste gedeelte van de pas. Dit kunnen we iets verminderen door het afrolmoment wat soepeler te laten gaan. Zorg ervoor dat je meer ondersteuning krijgt aan de achterzijde van de voet en dat je de teen niet te lang laat worden. Tip 3.
Zorg voor een goede hoefbalans. Daarmee bedoelen we dat er niet te veel verschil zit tussen de binnenzijde en de buitenzijde van de hoef. Dus dat de hoef niet scheef staat. Dit kun je samen in overleg met je hoefsmid goed bekijken. Tip 4. Zorg voor een goede bodem waarop je rijdt. De beste bodem voor een probleem met hoefkantoorgebied is een zachte bodem waarop de teen dus een klein beetje de grond in kan, waardoor het afrolmoment makkelijker wordt. Zorg er daarnaast voor dat de stapsnelheid niet te hoog wordt. En tot slot tip 5. Zorg ervoor bij het rijden dat je je paard in een horizontale balans hebt. Oftewel dat je paard niet te veel op de voorhand gaat lopen, dus meer gewicht heeft aan de voorkant. Meer gewicht dan nodig. Een paard heeft sowieso al 60% van zijn lichaamsgewicht op zijn voorbenen en 40% op zijn achterbenen. Maar als je hem op zijn voorhand laat lopen, dan komt er nog meer belasting van die voorhand en dus ook nog meer belasting van het hoefcontrolegebied.